Hi, ik ben Laura van Easyperi XL. We kregen een berichtje van Julie. Zij heeft een puistje en gaat vanavond op date, dus kan we wat hulp gebruiken. Hi Julie. Hi, hi, ik ben Laura. Ik ben Julie. Jij hebt vanavond een date. Ja. We zagen je oproepje en je had ook wat last van puistjes. We komen jou helpen. Echt? Ja, voor je date vanavond. Super. Ik kom binnen. Wat voor je. Dus je hebt last van puistjes. Heb je daar vaak last van? Ja, vroeger wel meer, maar dat is wel geminderd met ouder worden. Nu heb ik er vooral last van als ik gestrest ben of moe ben of als ik slecht eet. Puistjes kunnen natuurlijk door meerdere dingen ontstaan. En eten en voeding is ook heel belangrijk. Kan ook komen door hormonen. Dus reinig je huid elke avond? Goh, ja, meestal wel. Maar soms als het te laat is of ik kom thuis van een feestje, dan ben ik te lui. En dan durf ik het wel een keer vergeten. Juist elke avond is het heel belangrijk. Vooral als je van een feestje terugkomt. Dan heb je tussen zwetende mensen gestaan. Rook wat daar binnen is. Dus het is echt heel belangrijk dat je huid iedere avond reinigt. Gaan we even inzoomen op je puistje? Oei, moet dat? Nou, dat valt echt reuze mee. Dus die kunnen we heel mooi wegwerken voor vanavond. Zodat je helemaal mooi op date kunt gaan. Gaan we eerst je huid even goed reinigen. Zo, je puistje is natuurlijk een beetje rood. Ja. Gaan we camoufleren met groen. Met je groen? Ja, groen is de tegenhangende kleur van rood. Dus dat heft elkaar op. Dus ik ga hem wel eventjes mengen met de concealer. Ja. Zodat hij niet alleen maar groen meteen direct op de huid aanbrengt. Dat het groen er later doorheen kan komen. Dat zou natuurlijk een beetje jammer zijn als je op de event. Ga ik het groen even mengen op mijn hand. Dat kun je ook gewoon eventjes zelf op je huid doen of op je hand. En de concealer maak ik die veel gebruiken of? Je kan de concealer gewoon iedere dag gebruiken. Het zit een verzorging in. Ja. Dus die kun je gewoon lekker gebruiken. Die gaan we even een beetje mengen met het groen. En vind je daarna dat het groen er toch nog een beetje doorheen komt, kun je ook nog zeg maar daarna nog een laagje doen, maar dan met alleen concealer. Als je de concealer mooi hebt aangebracht, dan is het heel belangrijk om af te poederen. Je puistje is ontsteking, dus dat blijft de hele dag werken. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je die concealer even vastzet. Hiervoor kies ik voor een transparante poeder. Zodat de kleur die je hebt gekozen als concealer gewoon de goede kleur is. En dat je hem alleen nog maar even hoeft af te poederen. Zo, dat blijft allemaal op zijn plaats zitten. Dus dat is helemaal klaar. Wauw, super. Je ziet er echt niets meer van. Nog een vraagje, zou ik de stick mee op date mogen nemen? Je mag de stick zeker meenemen. Super. Dus kun je hem lekker in de tas doen, is lekker compact. En dan kun je hem tussendoor nog even misschien een beetje bijwerken als het nodig is. Okay. Heel veel plezier vanavond. En dat gaat helemaal goed komen. Super, dankjewel.